Afgelopen zaterdag is in Kerkrade een taxichauffeur in zijn auto bedreigd en daarna beroofd door een klant. De verdachte vluchtte te voet vanaf de Sandberg nadat hij niet betaalde voor de rit. De politie is gestart met een onderzoek en zoekt naar getuigen. Er was veel kritiek op het Heerlense carnavalsevenement Out op Nu vanwege het plaatsvinden op dezelfde dag als de nationale herdenking van de MH17 vluchtramp. De organisatie was niet van plan het feest, wat op 10 november plaats zou vinden, af te blazen of verder aan te passen, maar door demonstraties hebben ze toch besloten het feest niet door te laten gaan. Oorspronkelijk zou tijdens het feest het programma voor een kwartier onderbroken worden om stil te staan bij de vluchtramp voor onder andere een minuut stilte. Dinsdagavond is de besluitvorming over de verzelfstandiging van Sjoenk in Heerlen met 1 of 2 maanden geschorst. Wethouder Barry Brake van de PvdA kon niets anders dan zich bij het besluit neerleggen. Omdat zo'n belangrijk besluit het liefst met een grote meerderheid besloten zou moeten worden, werd uiteindelijk tot nader onderzoek besloten. Onder andere het CDA maakte zich grote zorgen over de risico's van de gemeente. En met name de SP en GroenLinks waren niet overtuigd en vroegen om extra waarborgen. Dinsdag is in Gaia zoek Kerkrade de 10-jarige giraf Nok kort na een succesvolle kaakoperatie overleden. Een team van 16 man heeft 5 maanden lang intensieve voorbereidingen gedaan om de operatie in de dierentuin zo perfect mogelijk te laten verlopen. De ingreep zelf was succesvol verlopen, maar kort nadat het dier uit zijn narcose kwam en opprobeerde te staan, zakte hij weer in elkaar. Verdere hulp bleek geen nut meer te hebben en dus werd besloten het dier in te laten slapen. Het dode lichaam van de giraf wordt naar de Utrechtse Universiteit gebracht waar het onderzocht wordt. Vervolgens zal het beschikbaar gesteld worden voor de wetenschap. Via autopsie wordt naar de gezondheid van de dieren gekeken, waarna het lichaam gebruikt wordt om nieuwe dierenartsen op te leiden aan de universiteit. Door de hoeveelheid antibiotica was het niet mogelijk om de giraf aan de andere roofdieren te voeren. Woensdagochtend raakte de bestuurder van een auto de macht over het stuur kwijt en reed een winkel in. Het ongeval vond plaats op het Carbonplein in Kerkrade. De bestuurder reed een scooterrijder, een klein kind in een kinderwagen en meerdere voetgangers aan. Alle slachtoffers zijn ondertussen naar het ziekenhuis gebracht, waarvan 3 zwaar gewonden. De bestuurder raakte een gevel van een winkel, waardoor er nu sprake is van instortingsgevaar. De bewoners van de appartementen boven de leegstaande winkel zijn uit voorzorg ontruimd door de gemeente en de politie. Momenteel wordt het pand onderzocht door experts om te zien of er maatregelen genomen moeten worden. De bewoners mogen daarom dan ook vannacht niet hun woningen in en worden verzocht ergens anders de nacht door te brengen. Vrijdagochtend op het Seamill bedrijventerrein in Heerlen is de Windkloop geplaatst, een nieuwe innovatieve windmolen. Deze molen draait in tegenstelling tot normale windmolens horizontaal om zijn as. Normale windmolens draaien verticaal om hun as en ze draaien niet wanneer het te zacht of te hard waait. Soms draaien ze zelfs op een elektromotor, wat stroom kost. Wij hebben hierboven net geplaatst een innovatieve nieuwe windmolen, een windturbine, verticaal zoals dat heet. Nieuwe turbine, nieuwe generator, nieuwe inverter, specifiek helemaal voor wind ontwikkeld. En dat past in ons bedrijf, EDSG. We maken nieuwe dingen, duurzame energie en het gebruik van fossiele brandstof te verminderen. Deze nieuwe molen draait zacht wanneer het zacht waait en hard wanneer het hard waait. Hij kost dus geen stroom en wekt alleen maar stroom op. Hij kan ook niet wegwaaien omdat in het ontwerp het principe van een tol gebruikt is. Wanneer een tol hard draait is hij het stabielst. Zo is het ook met deze nieuwe windmolen. De mogelijkheid ook wat we hebben om zoiets te kunnen proberen. Het is een prototype van ons. Hier kunnen we het gewoon live testen en zorgen dat we het beter kunnen maken. Zodat dadelijk ook andere mensen in de wereld hiervan kunnen profiteren. En deze mogelijkheid krijgen we ook hier van de Seamill uit. Dat is gewoon een kans die wat we met 2 handen vastpakken en ook uitvoeren. En daarom staat hij nou boven. Ja,